waar ik niet op zat te wachten. En ik zie nu dat het werkelijkheid is. Auw. Oh, die was ook weer goed. 6. 7. 8. Hey mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Zoals jullie zien sta ik in mijn sportkleding, want het is dan vandaag wel schooldag. We hoeven vandaag pas om 2:15 te beginnen. En laatst, maandag of dinsdag, hebben Bart, Jeffrey, ik, Tiffany en Thijs een video opgenomen in de sportschool bij ons op school. Voor onze school, dat komt in een livestream, dat leg ik denk ik later wel een keertje uit. In ieder geval, toen zaten wij te denken van ja, we mogen dan gratis sporten, waarom maken we daar nooit gebruik van? Dus we hebben nu ingepland dat we elke donderdag, want het is vandaag donderdag, gaan sporten. Vandaag is de eerste dag. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want we gaan daar ook douchen en dan moet ik daarna naar school en blablabla. Maat komt goed. Daar heb ik best wel veel zin in. Ik ga vandaag filmen met deze camera. Waarom ik dat even aanhaal, is omdat sowieso als ik straks deze camera bijpak, dat Bart en Jeffrey wat over gaan zeggen. Want die willen dat ik altijd film met deze camera. Waar ik mee eens ben, deze heeft de beste kwaliteit. Maar deze is makkelijker meenemen vandaag. Dus daarom haal ik dat even aan. Want dat gaat straks denk ik later in de vlog, gaat dat iets betekenen. In ieder geval, voordat we naar school gaan, de laatste paar dagen is er ook wat gebeurd. Dus, ik zie jullie op school, maar... dinsdag. Hey. Maar je had nu je vlogkamer moeten doen. Ja, dit is even voor de vlog. We moeten onderweg naar het station. Hey. 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 Tom groen. Nou, we gaan nog steady 26 km per uur hoor. Dat doen we niet. We zijn nog niet zwaar. Oké. Ik kom dus net thuis. En net op school kreeg ik een appje. Waar ik niet op zat te wachten. En ik zie nu dat het werkelijkheid is. Ik ben echt net thuis, daarom vond ik nog even snel met mijn telefoon. Ik dacht, ik ga je een hele speciale video over maken. Vrijdag, het is nu dinsdag. Ik dacht, ik ga vrijdag hier een hele speciale vlog van maken. Maar het kan al niet meer. Want het waar ik een vlog over wilde maken, is weg. Ik kreeg een appje op school. Weet je wat, ik laat het eerst even zien. Kijk, het telefoonfilm was echt lastig thuis. Maar kijk, hier zo, je ziet een bakje. Je ziet een mandje, je ziet wat water. Wat een kat. Wat een kat sinds zondag. En ik krijg dus net op school een appje dat hij is opgehaald. Ik kan horen wat Snapchat filmpjes die ik heb opgenomen. Kijk maar. Ik kom dus zo net thuis. Van een avondje stappen. Wat super gezellig was. Maar dit is toch wel echt een van de hoogtepunten van mijn avond. Twee. Ik weet niet wat er met dit beestje is gebeurd. Kijk hoe dun die ook is. Maar kijk, hij is zo blij. Hij is zo blij. Muisje. Muisje. Hey. 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 Wat is dat, hè? Heel jammer. Ik wilde vrijdag zouden namelijk aan naar het asiel brengen, want zoals je ziet is hij heel erg mager en zijn oog was iets mee en het zag gewoon niet helemaal het zag niet goed uit. Zondag kwam hij in één keer aanlopen, zondagochtend, ik deed de deur open om kaai te laten, in één keer zat daar een kat, ik schrok me kapot. In ieder geval, die kat is dus opgehaald door ik denk de eigenaar. Wij zijn hem nu dus kwijt en ik heb dus geen één vlog met hem kunnen maken. Ik dacht vrijdag maak ik gewoon een hele speciale video voor die kat, gewoon... alles. En dan brengen we ook naar het asiel en zo. En dan, Dames en heren, let niet op dit. Dit is echt heel erg, ik weet het. Maar we gaan daar nu op richten. Kijk eens wie terug is gekomen. Kijk eens, dit is hem. Dit is Muisje, zo hebben we hem genoemd. Hij is gewoon teruggekomen. Het is vandaag, het is nu donderdag. Nee, woensdag, sorry, foutje op woensdag. Het is nu woensdag. En hij is gewoon teruggekomen. Jawel. Kijk! We zijn op school. Oh, we gaan weer door. Ik zei het toch. Ik zei het toch. Deze reactie komt omdat ik deze camera mee heb. Ik zei het. Kijk naar het gezicht. Hé, hey, camera is een camera. Maakt allemaal niet uit. Die titel klopt natuurlijk helemaal niet. Want dat is natuurlijk een dikke clickbait. Want ja, met deze armpjes ga ik de gym niet slopen. Maar hun twee wel. Toch, hier gaan de gym toch wel slopen. Toet! Nee, dat is kinderachtig. Ja. In ieder geval. Ik ben nooit kinderachtig. Nee. Wat zeg je? Zeg nou nooit kinderachtig. Ja, je bent kinderachtig.
bam, in ieder geval. Bam, bam, bam. In ieder geval, we zijn nu aan het wachten op Roma, want Bart en Jeff hebben eerst nog een gesprek met de SOB'en. Want ja, ze kunnen gewoon, jullie presteren slecht. Daarom hebben ze een gesprek met de SOB'en. Ik niet, want ik presteer goed, dus ik ben gewoon aan het wachten tot het hun. En dan gaan we naar de gym. Mag ik jou even filmen? Hij pakt hem al. Hun hebben dus eerst nog een gesprek en daarna gaan we het Auw. Oh, die was ook echt goed. Die was echt goed. Daarna gaan we gymmen en dan gaan we, dan heb ik gewoon les. Oh ja. En de boys zijn ready! Ben je aan, jongen? Ik was al ready. Ben je aan? Ik ben echt kut. Ben je aan? Hoe gaat hij aan, überhaupt? Hoe staat hij al aan? We zitten in de gym. We zitten in de gym. Bart is al bezig. Roma en Jeff zitten daar. I'm a one of one, I can never be you. Low me tools, no, I can't be fool. Low me tools. Lukt het allemaal, Roma? Ik heb het weg. Moet naar beneden drukken of zo? Ja, denk het. Nee, moet naar boven, het staat daar. Lukt het bij jou, Jeff? Ja hoor. Ja hoor. Kijk, Bart is al lekker bezig. Wee. Ik ga ook even. You thought it was a drought, that's cap cap. I get the front and I get the back. Ja, je denkt echt dat dit fucking licht is. In het begin denk je ook, what the fuck. Maar als je helemaal bezig bent, gaat hij echt heel erg van zweten van deze. Hij kan iets zwaarder. Ik zou het niet doen. Ja, what the fuck. Dat dacht ik ook al. Ik denk 25, oh, dat is niet veel. Je dacht, oh, ja, maar ik ben sowieso licht beginnen, hè. Ja, maar ik had 20 dan. En ik dacht van, oh, dat ik dit nog niet eens kan, is echt erg. Maar kijk hoe Bart er nu bij zit. If it's less than a check, say less. If you can say a best, say less. I'm taking off best, say less. Oké, we doen allemaal 10 kilo hebben aan aanzien. 20. Bart deed je net 20, ik deed je 10 van die dingen. En nu gaat Jeff 10. Roma doet dit met gemak. Jij doet dit met gemak, gast. Ben je zeker? Ja, 100%. Kijk uit voor je hoofd. Lekker. Lekker, man. Oké, kom maar 10. Oh! Nee, laat me niet zes aan. Ja, alleen Roma. You thought it was a drought, that's cap cap. I get the front and I get the back back. Lil Uzi the facts, like that's a rat rat. Bought some new boots just. Oké, kom maar. Nou, laat jij maar even zien hoe het wel moet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lekker. Bart heeft iets heel moeilijks, zegt hij. Leuks. Dat dacht ik. Zo, dit was zwaar, maar we hebben het wel even gedaan. Wat vond je van Roma? Oh, mijn tas zit kut. Ja, maar jij doet het niet. Oh, grapje. Nee. Wat zei? Nee, dat was een grapje. Wat zei nou? Niks. Wat vond jij van Jeffrey? Goed hoor. Lekker. Goed. Lekker. Nou, ik zit nu in de les. Kijk eens aan. De leraar is er, iedereen is er. Heel gezellig. Leuk man, ik ben gewoon als eerste. We hebben Engels, of ik heb Engels alleen. Ik heb Engels. Ik ben benieuwd. I'm very good in English. Kijk eens, de les is voorbij. En ik kom thuis en kijk eens wie daar staat te wachten. Kijk eens hoe leuk. Kijk dan, hij staat. Zijn staart gaat helemaal heen en weer. Dat kan twee dingen betekenen. Of hij moet gewoon heel normaal plassen en gaat straks sprayen. Of hij is gewoon heel blij om mij te zien. En ik ga vanuit dat het natuurlijk het laatste is. Dit is niet onze kat, hij is 19 jaar of saai, ik weet niet wat het is. Ja, hè?
Je vindt ons veel leuker dan je eigen baas, hè? 19 jaar lang heeft die baas alles gedaan om jou tot deze kat te maken. En wij gaan de laatste jaartjes gewoon jouw liefde krijgen. Ach, wat mooi. Kijk eens wat we hier hebben. Kijk eens wat we daar hebben. Een auto. Kijk eens aan, dit is mooi, hè? Dit is mooi zo. Patsa! Lekker man. De auto hoort hier niet te staan, want papa hoort hier straks met de BMW te staan. Dus hij moet worden teruggezet. Ja, ik vind het wel fijn, dat is heel. Dus hij moet worden teruggezet. Oh, en dat ga ik even doen. Ha! Kijk, dan doen ze de koppel in. Maar weet je wat voor de kat? Wat? Waar is die dan? Oeh. Nu onder de auto. Oh, echt? Denk ik. Moet ik dan toetelen? Voelt het vanzelf? Nee, we gaan niks. En die nikkelen, mag dat in Nederland wel? Even kijken. Hoe moet ik nu kijken dan? Weet ik veel. Ja. Oh nee, hij is daar. Ik heb blijf. Blijf. Zit af. Weet ik veel. Rapport. Volgens mij is hij nog steeds daar. Hij gaat niet dood. Hij is wel geschrokken dan. Ja. Is nog recht. Gewoon je stuur recht houden. Is nog recht. Een beetje gecontained worden. Als het een soort van koude goed moet gaan maken. Nu draaien. Waar naartoe? Die kant op. Oké. En daar straks kan ik het niet zetten. Zo, en dan nog een klein rondje. Ja, ik wil nog een klein rondje. Oh, staat iemand achter ons. Oh, oeps. Sorry meneer. Oh. Mijn fout. Ja, hij loopt helemaal daar, die kat. En dan zetten we hier zo. Kijk, kijk, hij is gewoon heel mooi recht. Zie je dat? Heel mooi recht. Dicht. Ah, hij staat niet heel recht. Ah, hij staat een klein beetje schuin. Shit. Heel klein beetje schuin, maar wel recht. Dicht daar te gaan, dicht daar te gaan. Hij staat goed toch gewoon. Ik vind hem heel mooi staan. Top. Ewa. Kijk, jullie zien het nog steeds. Hè? Kijk hoe erg deze is. Zou ik het toch nog even aanhalen? Jullie zagen in die, die video zag je in de video van die kat met de iPhone die ik nog filmde, dat ik hier echt een dikke puist had zitten. Nou, dat klopt. Nog steeds een beetje. Ik weet niet of die terugkomt. Ik hoop het niet. En dan zou dat de vijfde keer zijn dat die terugkomt. Ik denk, ik kan dat er wel uithalen. Maar we zijn allemaal pubers geweest. We hebben allemaal dat soort mindere dingen in ons lichaam en op ons lichaam gehad. Ik kan er niks aan doen. Jawel, huidverzorging. Maar dat doe ik ook wel. Maar blijkbaar niet goed genoeg. Want anders zou dit niet zitten. Mijn punt is, het maakt niet uit als je dit hebt. Iedereen heeft het. En ik ook. En kijk, het ziet er echt niet uit. Het is echt lelijk. Ik schaam me ook voor als ik op school loop. Dan ben ik heel blij dat er mondkapjes bestaan tegenwoordig. En dan doe ik gewoon op een zoon. Dan zie ik er nog wel een voldoende uit, zeg maar. In ieder geval, het is al een stuk later. Het is 7:30. Dat betekent dat ik moet gaan trainen. Dat betekent dat dit het einde van de vlog is. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Ik was hem aan het editen. Ik heb hem nog niet af. Dus ik hoop dat hij leuk is. Ik hoop dat hij leuk is geworden. Ik denk het wel. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Ik hoop jullie volgende week weer te zien bij een gloednieuwe vlog. Zoals ik altijd zeg. Ah. She's saying yeah, yeah. Can I dance for you? Wat maakt jou gelukkig?